Het gaatje met het degradatiespook is slechts 4 punten voor IJsselmeervogels. Dus mag er vandaag in de derby tegen GVVV wel een keer gewonnen worden. GVVV won in Veenendaal met 3-1 en krijgt ook de eerste kans van de wedstrijd. Simon Brouwer ziet zijn inzet naast het doel gaan van Jamie Schaap. De Vogels met Barry Powell weer eens in de spits. Dit is zijn kompaan Olijfveld samen met Osturk. Powell komt niet tot een schot. Hulsbos zit erbij. En dan vervolgens is het dan Corti die bal op doel probeert te krijgen. Maar Johan Jansen ziet hem aan hem voorbij gaan. 0-0 dus de stand. Bij rust en ook in die tweede helft is het mondjesmaat wat voor kansen er gecreëerd worden. Danny de Leeuw. Hij aan de linkerkant is zijn man kwijt. Daar is de voorzet. Schaap. Maar wat doet Schaap? Schaap laat hem los. En legt hem tegen de rug op van Corti. Ja, zo'n kans moet je Soufiane Lahmoudji niet geven. En dan is het 1-0 voor GVVV. 9 minuten na het signaal voor de tweede helft komt de ploeg uit Veenendaal op een 0-1 voorsprong. En wat een blunder is dit van Jamie Schaap. Die de bal niet vast weet te houden. Justiana dan namens de rode. Daar de strijding met gestrekt been van Akla. Op de benen van Den Hartog. En wat gebeurt daar? Den Hartog ziet dat Akla gaat liggen. En dan is de grote vraag, wat doet de scheidsrechter Van der Laan? Heel makkelijk hoe Akla daar gaat liggen. En Van der Laan naar het borstzakje. Nou, dat zegt vaak niet veel goeds. En dat is ook een rode kaart die er gaat komen voor Wilco den Hartog. Hij dus 10 minuten na rust al verdwenen van het veld. GVVV met een man minder. Olijfveld meegeven aan Justiana. Die valt en die krijgt een strafschop. Tussen Brouwer en de Leeuw in valt Justiana. Rare situatie. Er zitten wat blauwe sokken en een wit been zitten erbij. Maar Osturk mag de strafschop gaan nemen. Osturk die stuurt de doelman Jansen de verkeerde kant op. En dan wordt het weer 1-1 op Sportpark de Westmaat. Oosterlee heeft dan wat geroepen. De trainer van GVVV tegen die scheidsrechter uit Kuik. En dan mag hij voortijdig vertrekken. Terschegget moet oppassen. Die is net terug van een schorsing. En die wordt weggehouden bij scheidsrechter Van der Laan. Maar deze mensen, de fans van IJsselmeervogels, zijn best blij met een man minder. Dan hier, Corti komt te laat, de Schegert. Strafschop? Nee, zegt de scheidsrechter. En dus blijft het 1-1 bij de Vogels tegen GVVV.